Welkom bij Faraday, verder strekken. Kom op je knieën. Hef de heupen op, armen voorwaarts. Maak een vuist en kom naar het zitvlak. Omhoog en omlaag. Omhoog, maak een vuist en zitvlak naar de helen. Omhoog, omlaag. En omlaag. Laatste maal. Omhoog. En omlaag. Op. En neer. Kom naar het midden voor de poort. Kniel en stap met je linkervoet opzij. In één lijn met je rechterknie. Duw de linkertenen stevig tegen de vloer. Hef op een inademing je rechterarm omhoog. En buig zijwaarts naar links, vanuit het midden. Strek de hele rechterzijde van knie tot vingertoppen. Laat los. Andere kant. Buig naar rechts. Van hieruit kom je in omgekeerde V of neerwaartse hond. Breng op een uitademing je borst verder naar onderen toe. En adem uit. Draai het lichaam naar voren, voeten op elkaar. Steun op je linkerhand, rechterarm omhoog. Zodat het lichaam een rechte lijn vormt. Gebruik de buikspieren om heel het lichaam recht te houden. Blik naar voren of naar boven. De leunende houding. Versterk de polsen en armen, schouders en buik. Laat los. Breng de knieën op de vloer. Zit vlak naar de hielen. Kom in lage lunge. Linkerbeen naar voren. En druk de heupen omlaag. Rustig blijven doorademen. Halve spagaat. Handen naast de voeten. Strek. En buig het voorste been. Strek. En buig. Strek. Beginners blijven in halve spagaat. Verder rekken voor gevorderden. Schuif het voorste been vooruit zodat de dijen de vloer raken. De heupen recht naar voren staan. Hef de armen omhoog over het hoofd. In gebedshouding. Blik op de vingertoppen. Duw de romp en handen in een opwaartse beweging verder naar boven. Blijven doorademen. Blijf verder oprekken. Houd de opwaartse beweging van je handen. Rekt en versterkt de spieren van dijen en rug. Opwaartse beweging aanhouden. En laat los. Buig het voorste been.
voet naar je heup, de duifhouding. Buig het achterste been, omhels je voet. Buig beide ellebogen, haak de handen achter het hoofd ineen. Een diepe strekking van de schouders en de wervelkolom. Rustig blijven doorademen. Geef je spieren de nodige zuurstof. Laat los. Kom op je knieën voor de kikker, een yin yoga houding. Buig langzaam de knieën uit elkaar, zodat de heupen in één lijn zijn met de knieën. Knieën in een hoek. Steun op de ellebogen. Houd de borst getild. Breng alleen het schaambeen richting de vloer. Deze houding rekt de diep liggende spieren en maken het bekkengebied los. Rustig blijven doorademen. Heel belangrijk. Geef je spieren de nodige zuurstof. Hou vol. Voel de rek aan de binnenkant van je dijen. Hou vol. We zijn er bijna. Nog enkele tellen. Laat los. Schuif langzaam de benen bijeen. Kom op je knieën. We gaan de hele serie herhalen met het andere been. De poorthouding. Stap met je rechtervoet opzij in één lijn met je linkerknie. Druk de rechtertenen stevig tegen de vloer. Hef de armen over het hoofd. Buig op een uitademing vanuit het midden naar rechts. Schuif je rechterarm over je rechtervoet en linkerarm over het oor. Strek de hele linkerzijde van knie tot de vingertoppen. Kijk voor je uit of omhoog. Rustig blijven doorademen. Kom naar het midden, hef de romp omhoog en buig zijwaarts naar links. Maak een rechte lijn van de tenen
tot de vingertoppen. Van hieruit kom je in omgekeerde V of neerwaartse hond. Duw de borst naar de benen toe. Plank en omgekeerde V. Draai de romp naar voren zodat de heupen over elkaar zijn, voeten op elkaar. Breng je gewicht op je rechterhand. Armen in een T-houding. Lichaam op een rechte lijn. Gebruik de buikspieren om het hele lichaam recht te houden. Blik naar voren of naar boven. Een krachtige houding voor lichaam en geest. De leunende houding. Rustig. Blijven doorademen. Laat los en kom in plank. Breng de knieën op de vloer. Zit vlak na de hielen. Kom in lage lunge, rechterbeen naar voren. Halve spagaat, handen naast de voeten. Strek het been en buig het voorste been. Strek. En buig. Strek. Beginners blijven in halve spagaat. Verder rekken voor gevorderden. Schuif het voorste been vooruit zodat de dijen de vloer raken. De heupen recht naar voren staan. Hef de armen omhoog over het hoofd, handen in gebedshouding. Blik op de vingertoppen. Duw de romp en de handen in een opwaartse beweging verder naar boven. Blijven doorademen, heel belangrijk. Rek verder op. De opwaartse beweging aanhouden. Blik op de vingers gericht. En laat los. Buig je voorste knie, voet naar je heup. De duifhouding. Buig het achterste been. Breng je voet in je elleboogholte. Buig beide ellebogen. Haakt de handen achter het hoofd ineen. Een diepe strekking. Hier ook. Rustig blijven doorademen. Geef je spieren de nodige zuurstof.
nog enkele tellen houden. Volhouden. En laat los. Kom in spreidzit. Benen wijd uit elkaar. Knieën en tenen recht omhoog. Strek de hielen weg. Tenen naar de schenen. Zet de handen op de vloer, voor je uit of naast je heupen. Adem uit en kantel de bekken en leun naar voren met een rechte rug. En steun op je handen. Houd een lichte spanning in de benen en de voeten. Rustig blijven doorademen. Geef je spieren de nodige zuurstof. Versterkt en opent de benen. Houd de tenen naar de schenen gericht. Houd de lichte spanning aan in de benen. Rustig blijven doorademen. Kom langzaam omhoog. Benen uitschudden. Kom op de knieën en spreid licht de knieën zijwaarts. Maak de rug bol. En breng het kruin van het hoofd naar de vloer. Strengel de vingers achter de rug om en bijeen. Strek de armen omhoog. Wijsvingers naar boven gericht. Strekken van de schouders en de armen. Rustig blijven doorademen. Laat los. Zit in de kniehouding. Spreid de voeten uiteen. Het zit vlak tussen de voeten. Onderbenen tegen de buitenkant van de dijen. De zitbeenbotten op de vloer. Adem in, strengel de vingers ineen over het hoofd. Rek je op. Blaas uit en laat los. Inademen, oprekken, handpalmen bijeen, blik omhoog. Duw je handen omhoog. Opwaartse beweging. Oprekken. Blaas uit en laat los. Inademen, oprekken. Blik omhoog, laat los, inademen, armen over het hoofd en laat los, inademen, en uitademen.
Zo, dit was het dan voor vandaag. Hopelijk vonden jullie het leuk. Tot de volgende!